Wij gaan een kaartspelletje spelen. Goedemiddag allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Let's Play Final Fantasy Nier. Ik ben weer jullie enige echte zeep. In de vorige aflevering zijn wij Treno doorgegaan, hebben we wat shenanigans uitgehaald en gaan we gewoon verder zeg maar met wat we nou van plan zijn. Heb je alles gedaan in Treno? Is het tijd om je op te geven voor het kaartspel? Dus het is nog steeds open, we moeten de drie verslaan en dan winnen we. Ik zet heel even mijn stoel iets naar achteren, dus sorry voor dat geluid. Ik zit nou niet echt op mijn bank, ja, maar genoeg. Maar goed, maakt niet uit. Maar goed, dit gaat allemaal over die challenge. Daarom doe ik het niet voice acten, omdat... Maar goed. We moeten dus zeg maar 3 kaartspellen gaan doen. Nou, we hebben nog geen enkele keer een kaartspel gedaan. Dus we hebben ons nou opgegeven. We doen het dus zeg maar de eerste ronde. Zorg ervoor dat je hebt opgeslagen. Of zorg ervoor dat je dus zeg maar opslaat. Nou, je krijgt dus je card selection screen. En dan zie je dus zeg maar, de pijltjes die zijn heel erg belangrijk en de nummers die erop staan. De nummers die erop staan heeft iets te maken met zijn aanval, verdediging en hoe dat die kaarten precies werken. De pijltjes daarop heeft te maken met een linksysteem. Dat ga ik proberen uit te leggen, het is heel erg lastig om het uit te leggen, maar ik ga het gewoon proberen. Nou, we hebben dus ook nog eens een keer onze summon van de Shiva en een summon van onze Ramu. Nou, Shiva hebben wij nog niet gezien, maar ja, het is wel een summon. Deze die heeft wel veel pijltjes, Kekchoor die is wel heel erg sterk. Laten we die er ook even eentje bij pakken en... Ja. Hebben we een zwakke met heel veel pijltjes? Dat is altijd handig. Gewoon even een zwakke met veel pijltjes. Even kijken. Ja, ik vind deze wel goed genoeg. Oké, we gaan kijken of we hiermee kunnen winnen. Oké, nou, er wordt een munt random gegooid en de tegenstander moet eerst beginnen. En we zien dus zeg maar dat die heeft geplaatst. Nou, kunnen wij er tegen battelen door een kaart zeg maar schuin naar dat ene pijltje naar boven toe te gaan. Dus, of een pijltje naar beneden ligt eraan. Als wij deze gebruiken en pijltjes naar beneden te gaan, dan zien wij dus zeg maar nummertjes verschijnen. Dan gaan ze in battle modus en dan winnen wij omdat wij een sterkere vijand hebben. Op het moment dat hij dus zeg maar een kaart overneemt en die gelinkt is met een andere kaart, zie je dus dat die kaartjes gelijk ook worden overgenomen. Dus ja, we hebben er nou eentje schuin onder nodig, maar we hebben geen schuin onder. Eentje recht naar boven. 2 heb ik recht naar boven. Is deze sterker? Jazeker, ik denk het wel. Juist! Dus dan zijn ze weer van ons. Oké, dit is minder plezant. Ik denk dat ik deze zo overneem. Nice, nice. We kunnen hem wel overnemen, maar... Ja. Nee, ik denk dat ik een kaartje even C4 neerzet. En we hebben automatisch gewonnen. Mooi. Je wint dus zeg maar als je dus zeg maar meer kaarten hebt als de tegenstander. Je begint allebei met 10 kaarten en degene met de meeste kaarten op het einde die wint. Het is heel erg lastig uit te leggen, daarom wou ik er eigenlijk niet een complete playthrough van maken. Maar je moet dus zeg maar... Oh, we hebben een ATE. The good old days! Nou, laten we maar eens heel eventjes gaan kijken. Ach, het is Destiny. En Wilma B. Oh, jij bent de Destiny. En ben jij nou toen naar het meertje aan het kijken? Ik dacht dat jij een stille type was. Oh, sorry hoor. Misschien ben ik wel veranderd. Ik bedoel, misschien heeft het wel te maken met hem. Zeepje. Dus, heb je gevonden waar je naar aan het zoeken was? Nou, ik ben aan het rondvragen naar Kuja. Sommige mensen denken dat de koning van de mansion, dat Kuja is. Ik heb wat mensen gezien die Kuja inderdaad al hebben gezien, maar er is geen bewijs dat Kuja echt hier de koning is. Nee. En wat heb jij uitgevonden? Niks eigenlijk. Misschien kan ik iets uitvinden over deze landhuis. Hou je adem niet in. Nou, dat was jouw verhaal eigenlijk. Ik bedoel, je kent je weg hier wel. Ben je hier ook voor een reden? Wie? Ik? Ik ben gewoon een... Beveiliging, maar dan niet meer met een baan. Beveiliging? Het was pijnlijk, ik bedoel, op één dag is hij opkomen dagen. Wie? Wat? Waar? Ik heb te veel gezegd. Hé, wacht nou eventjes. Wat? Ben je geïnteresseerd in mijn verleden? Ja, natuurlijk! Natuurlijk ben ik geïnteresseerd. Krijgen we dat dan ook te horen? Nee? Oké, dus we moeten verder met de kaart.
Oké, dus we moeten nog een card battle doen. Dus we gaan proberen weer diezelfde kaart setup te pakken. Hopelijk binnen, hopelijk zit het hier niet te lang vast. Want daar heb ik echt weinig zin in. Dus die was heel erg goed. Deze die is heel erg goed. Deze die is heel erg goed. Volgens mij is deze niet zo sterk. Die vogels die waren eigenlijk best wel sterk. Dus laten we het hiermee proberen. Oké, nou, de computer moet weer als eerste beginnen. Die legt die daar neer. Daar dan. Daar dacht ik ook. Dat is geen slimme zet van jou geweest. Ik heb geen flauw idee wat ik doe. Ben ik heel eerlijk. Ja. Nou kan ik een kaart veilig stellen door gewoon te zeggen van nou ik zet er gewoon eentje... Wacht, dat doe ik anders. Ik zet er gewoon eentje hier neer. Damn! Slimme zet. Oh. Nou ja, we kunnen in ieder geval Rammo weer terugpakken. Ik zei, we kunnen tenminste weer Rammo terugpakken. En onze laatste kaart. Pakken we die twee kaarten mee. Nice, toch weer gewonnen. Oké, dan kunnen we dus een kaart kiezen. Omdat we dus zeg maar meer van zijn kaarten nou hebben overgekleurd. Dus ja. We hebben deze niet, maar die heeft bijna geen puntjes. Zie je daar, deze heeft nul puntjes. Nou ja, we doen het spel toch niet, dus waarom ook niet. Dus, wow. Maar goed, als je dus twee keer gewonnen hebt, is het heel erg belangrijk om nog een keer op te slaan. Want mocht je dit verliezen, dan ja, ga je gewoon verder met de cutscene. En win je, ga je ook gewoon verder met de cutscene. Dus je zou niet terug kunnen gaan. Maar er zijn weer drie ATE's erbij gekomen. Jeetje, wat veel geleuter. Dit is waar ik en hij voor het eerst ontmoeten. Wie is hij? Zeepie. Oh, ik dacht dat jullie pas net ontmoet hadden. Ik denk niet dat hij het ooit tot hij dat nog herinnert. Ik werkte als een beveiliging hier op dit landhuis. Ik was op zoek naar een vechter. Het maakte niet uit wie het was, als hij maar sterk was. Dief! Dat was veel te makkelijk. No. Wie ben jij? Hij ziet eruit als een waardige tegenstander. Ah, dus jij bent de koningsfamilie ofzo? Of ben je in de nieuwe beveiliging of iets in die trend? Maakt het niet uit als ik het ben. Ik heb een tijdje geen actie mee gehad. Kom op, vechten! Dus jij bent gewoon iemand die van vechten houdt? Hoe heb je me genoemd? Ja, ik hou er wel van. Ik hou jou echt. Ik sla jou bewusteloos in één minuut! Stel me niet teleur. Waar is hij niet naartoe gegaan? Hier komen ze. Ik laat hun er niet tussen komen. Kom op! Ah, alsjeblieft, hou op. Het spel is afgelopen. Wat? Help mij! Ik serieus, ik kwam hier net door de... Hij kwam door die deur heen en toen ik langsliep. Ik was naar hem aan het staan omdat ik dacht dat hij misschien iets had gedaan. En nou wou hij mij geslaan. Maar hij is een beveiliger van dit landhuis. Ja, daarom is hij zo verdacht. Ja, kijk naar hem! We hebben altijd onze twijfels over hem gehad, maar... Ik ga de politie bellen. Houden jullie hem eventjes tegen totdat ze hier komen? Ik zeg je één ding. De echte kracht, die komt van kletsen. Hoe zou ik het zeggen tegen jou? Ik zou zeggen, gewoon een beetje niet vechten. Gewoon gemene dingen. Nou ja, ik ben in ieder geval weg. Doei doei! Hey! Ren niet weg! En zo is hij dus ontslagen door iets wat wij hebben gedaan volgens hij. Dus ja, zo ben ik een vluchteling geworden. Nou, daar ben je ook niet vrolijk van. Was er nou weer grappig? Ah, sorry, ik wist niet dat je met zo'n kinderachtig trucje zou vallen. Dat is, heeft niks met jou te maken. Nou, het spijt me wel. Ik bedoel, ja, ik zie wat er gebeurd is. Dat krijg ik maar liever keer, maar ik gebruik het niet tegen hem of zo. Maar ik wil hem begrijpen. Ik bedoel, hij gebruikt zijn kracht op een andere manier. En hij... Het boeit hem ook eigenlijk helemaal niet. Ik bedoel, hij geeft er alleen maar om mijn vrienden rond te zijn. Het was voorbestemd dat jullie elkaar weer zouden ontmoeten. Twee mensen die hetzelfde pad lopen. Dat was een man die mij dat ook vertelde. Bla bla bla. Veel geleuter. Ik loop weer verder. Maar goed. Eerlijkheid. Blijf gewoon in leven. Veel geleuter dus. En jeetje, het is warm voor dit. Oh. Voor de mensen die het willen weten. Ja, het is 33 graden. Help. Oh.
Goed. Kijken of we deze nog even kunnen. Ach, daar hebben we onze Shawnee weer hoor. Gezellig. Ben terug! Ik zet heel even mijn waaier aan. Ik hoop niet dat hij te horen is. Anders hebben we een probleem. Ik zet heel even mijn waaier aan, jongens. Oh, veel beter. Kom nog eens even wat dichterbij. Zeg nou. Oké. Okay. Mijn excuses daarvoor. Maar, oh, het is warm. Goed. Wel, welkom terug. En vind je trainer mooi? Ja, het is oké, denk ik wel. Nou, je bent dus liever in je eigen dorpje. Ja, maar het is wel fijn om andere mensen te leren ontmoeten. Ik bedoel, ik had alleen maar moogels tot nu. Alleen maar moogels? En anderen dan? Je zit allemaal weg. Ik ben allemaal alleen. Ah, ik zie het. Dus jij bent de enige overlevende van de Summer Tribe. Waarom wil iedereen weten over mijn oren in Edelions? Oh, ik ben maar een onderzoeker. Ik ben gewoon nieuwsgierig. Juist ja. Oh ja, jij was Zelda's leraar, toch? Ja. Kun je mij vertellen hoe dat ik een mooie prinses kan worden, net zoals haar? De prinses is gewoon, net zo een meisje geweest als jij eigenlijk. Denk je dat ik net zo kan worden als ik groot word? Ja, maar natuurlijk. Ik ben blij om dat te horen. Weet je, Zelda heeft mij, haar deel van de prinses gegeven. Het teken van een prinses? Ja, Zelda heeft me die gegeven. Dus nu heb ik er twee van haar en zij heeft er twee van mij en zo. Bedoel je legendarische kristallen? Ja, dat is wat Zelda ze ook noemt. Ik zie het. Dus de kristallen die zijn verdeeld. De ene blijft in Alexandria, wel de andere was in Clyra, Limblum en... de Summoner Tribe. Maar waarom hebben ze de kristal gesplit? Wat is er 500 jaar geleden om zo'n actie te doen? Ik snap het niet meer. Oh, sorry, maar ik raak wel eens verdwaald in mijn gedachtes. Mevrouw Shawnee. Mok, roep me. Mok wil praten met een mogel die ze hier een trainer heet, dus ik heb dat gezien, maar iets is er mis. Ik heb een heel slecht gevoel hierover. Ik moet naar Mok. Er is iets mis. Nou, wij willen even naar die moogel om te gaan saven. Dus hopelijk worden we nou niet meer onderbroken daardoor. Dat zou heel erg fijn zijn. Dus laten we maar eens heel eventjes gaan saven en kijken hoe dat het allemaal goed gaat lopen. Let's save, Kupo. Dankjewel, Kupo. Oké, Kupo. Nou, de reden waarom dat je dus zeg maar wil saven is omdat mocht je dus nu verliezen... Ja, sorry voor die knip daar. Er ging eventjes iets mis met een opname. Maar goed, hij is goed gesaved. Ja, hij is goed gesaved, maar... En of dat hij goed gesaved is, 22 uur, 22 minuten en 22 seconden. Maar goed, dat is bijzaak. Nogmaals, de reden waarom dat je dus echt wil saven is, mocht je verliezen, er is geen manier om dit terug te doen. En volgens mij is het reward niet zo belangrijk, maar ik wil jullie wel laten zien wat de reward is. Dus vandaag, save het spel. Heel erg belangrijk. Goed, dus dan komt de champion aan. Aaron. En de regent. Oftewel, Sid komt er ook wel in. Ik ben alleen de stem vergeten die ik voor regent heb gedaan. Ja, ik weet het. Maar, Oh ja, wacht, ik was met gok, hè? Kwak, kwak, kwak. Ja, ik weet. Maar, onthoud mijn conditie. Alsjeblieft, regent. Je moet, je moet doen alsof dat je een kampioen bent. Dit is de kampioen. Ja, daar komt ie. Wat leuk. Ik ben de kampioen Aaron. Ik wil graag met het tournament meedoen. Oftewel, hij is onze opponent. Ja, we hebben staan te wachten voor jou. Alsjeblieft, ga naar binnen toe. Ja, dankjewel. Eeuwpop, dat is een ongelop. Sjoe, sjoe, ga weg. Jij vuile, vieze, smerige insect ongelopbeest. Het spijt me, maar deze ongelop is mijn... Ja. Is dat de kampioensneusdier? Oh, het spijt me. Ja, het is oké. Sinds wanneer ben ik jouw huisdier geworden? Kwak. Nou, je bent een oorlop, weet je wel. Hou je mond! Ik ben een kampioen. Oh, nou leuk. Kwak, kwak. Niemand begrijpt het. Ik begin weer spontaan Engels te praten. Echt verschrikkelijk gewoon. Maar goed. We krijgen dus een kaartspel tegen dus de Sailor Aaron. Eigenlijk dus tegen... Ja, de gast. Tegen... hoe is de naam ook alweer? Shit. Goed, nou. Nadat we dit... Ik kan niet op mijn woorden meer komen.
Nou dat we dus dit moeten gaan doen, dit willen we dus winnen en hij heeft een deck met alleen maar Oglops. Dus je wil sterke kaarten hebben, maar je wil één ace in de hole hebben om er dus zeg maar voor te zorgen dat je dus makkelijk zeg maar alles kan pakken. Dus ik wil er eentje met veel pijlen hebben. En het liefst een zwakke kaart met veel pijlen. Deze die is op zich wel gunstig. Sorry dat ik heel eventjes hier naar ga kijken, want ik wilde het niet te vaak overnieuw gaan doen. Weet je wat, we pakken gewoon deze. We pakken hem gewoon. We doen het gewoon. En ik moet beginnen. Fijn. Oké, nou mijn strategie is normaal gesproken om altijd zoveel mogelijk vakjes open te zetten. Om daar dus zeg maar een combinatie mee te kunnen krijgen. Dus om deze kaart nu even kijken. Ja. Hier neer te zetten, dan gaat hij ermee vechten. En dan hebben we dus twee manieren om die kaartjes te pakken te krijgen. Door er eentje onder die Oglob daar neer te zetten. Of gewoon door er eentje ernaast neer te zetten. Maar mij lijkt het gewoon toch het beste. Hij is best wel sterk die Oglob. Ik weet niet of dit... Goed zo. Oké, dan gaat hij daar zijwaarts tegen vechten. Precies als dat ik had gedacht. En nou kan ik zeggen... Poef. Waardoor dat we die twee dus terug hebben gekregen. Nou, daar zeg ik... Dat is een beetje de strategie waar ik voor wou gaan. Nou moet ik gaan uitkijken, want ik heb twee die zeg maar schuin naar boven kunnen. Dus ik wil niet eigenlijk dat hij dus... Ja, ik denk dat ik deze hier neer ga zetten. Oké, dat is sneaky. Dat is heel sneaky. Nou ja. Kijk, en dan gebeurt er dit soort dingen en dan verlies je dus. En nou, dan moet ik weer helemaal overnieuw gaan beginnen en daar heb ik helemaal geen zin in. Ik ben zo terug. Poging 2. Oké, nou moet hij beginnen. Nou. Waarom heb ik dat ding meegenomen? Maakt niet uit. Eens even kijken. Nou, die kunnen we makkelijk overnemen. Ik ga ervan uit dat dat een trucje is. Maar als ik nou dit doe... ik wist dat het een trucje was. Kan ik dit doen? Oh, dit hebben wij. Dit winnen wij. Dit gaan wij winnen. Ik voel het. Maakt niet uit. We won! Oké, ik moest heel eventjes nadenken, maar ik snap ook nog steeds niet helemaal hoe dat spel gaat. We willen wel een leuke Oglob. Klaar. En dan hebben we dus zeg maar gewonnen en dan komen we verder met het spel. Jeetje, wat haat ik dit gebeuren. Echt, serieus. Ik heb er geen enkel aan. Maar goed, buiten dat. Dan krijg je... Oh, wacht, dit was het absoluut waard. Je krijgt de Rebirth Ring. De Rebirth Ring is een geweldig item. Je wil het gewoon zeker hebben. Maar goed. Dus, de kampioen was op een airship pilot van Limblum. Ik ben Aaron. Ik vlieg inderdaad de airship. Leuk om je te ontmoeten. Wees niet zo belachelijk. Ik ben een kampioen. Hey, Redden Zit. Ik zie nog steeds dat jij een Oglob bent. En ik zie dat jij nog steeds geen manier hebt geleerd. Nou, alsjeblieft, laat me een beetje mijn rust, ja. Ik bedoel, wat doe je hier trouwens? Neem me mee door met het tournament. Ik bedoel, serieus, ik wou kijken of ik het nog een beetje kon. Wat ben je aan het testen? Onze nieuwe luchtschip, Hildegarde 2. Degene die kan vliegen zonder mist? Correct. Maar we kunnen nog niet heel erg snel. Maar we zijn in de trainer gekomen. Maar waarom nu? Ik heb een raar gevoel. Ik heb een heel raar gevoel. Dat er meer problemen liggen. Nog veel meer problemen. Ach, maak je geen zorgen. Ik weet zeker dat de almachtige Queen Garnet alles wel zal kunnen fixen. Nee! Dit is verschrikkelijk! Wat is er mis, Shawnee? Het is verschrikkelijk! Een Mongol van Trenno die heeft me net verteld. Wat is er mis, kwak? Het is Alexandria! Er gaat iets heel verschrikkelijks gebeuren! Iets verschrikkelijks? Spannend. Vrede is maar een schaduw van dood. Oh, een beetje twijfelachtig om het te vergeten wat het pijnlijke verleden zich bracht. Maar wij hopen op de volgende jaren bla 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 bla. Ik weet geen zin. Ik heb geen zin om nou eigenlijk zo'n beetje moedig te kunnen zijn. Ik sta hier achter deze pilaar. Want het boeit eigenlijk niet veel wat ik zeg. Maar echt. Wat een mooie dag voor Alexandria Karnes en een astronaut. Oh, dit wordt geweldig. Want het brengt zoveel vrede. Ja.
De mensen zijn zo blij. Ze geloven dat er een geweldige toekomst voor hen ligt. Maar het feestje is nog niet over. Het is tijd dat ik echt licht eventjes ga brengen in de duisternis. Jouw eerdere basis hier, Behemoth. Alsjeblieft, speel een stukje voor iedereen en alles van Alexandria. De kerk! Leuk hè, je eerste dag als koningin. Nou ja, Leroy is daar, dus alles zal wel goed zijn. Niet mijn probleem. Toch? Deze kant op snel, ik wil niet doodgaan. Oh, dit is zielig. En hebben er niks mee te maken met oorlogen en alles. Uwe majesteit. Dat is Behemoth, of niet? Beatrix, roep alle soldaten! Jawel, uwe hoogheid. Onze soldaten zijn al bezig met vechten en we wachten op jouw orders. Uw orders, sorry. Opschieten jullie, sukkels! Dit is een noodgeval! Oké, allemaal gelagen staan wanneer de prinses komt. Hup, in een rij! Oh god, Leroy die is weer bezig hoor. Uwe hoogheid, als u kunt zien, zijn we al klaar om aan te vallen op ieder moment. Alsjeblieft, geef je orders. Ja, dit is dus zeg maar gewoon een beetje dat je zelf kan kiezen hoe en wat. En als je ziet, dan heb je het verkeerd gedaan. En als je dus die andere zou zien, dan zou je het dus wel goed hebben gezien. Maar waarschijnlijk doe ik het hartstikke verkeerd. Maar ik heb nooit eigenlijk gezien dat dit dus heel erg fout gaat. Of dat het iets te maken heeft met wat dan ook. Dus ja, je krijgt een... Ik geloof niet dat je echt een sterk item krijgt ofzo. Ik heb hier altijd eigenlijk gewoon doorheen geskipt. Er is een combinatie voor, maar het is niet echt nodig om dat te doen. Maar goed. Zelden weet je wat ze moet doen. Moeder, ik heb je hulp nodig. Sparkle, sparkle, sparkle. Ja, ga maar weer slapen. Dat is het enige waar je goed in bent. Oh god, dat zijn die monsters die Kuja kan oproepen. Daar ben je niet vrolijk van. Dit is het, Beatrix. Ik zal alles nog even voor Alexandria. Goed gezegd. Laten we naar de overwinning gaan. Nou, zo kunnen we dus zeg maar heel eventjes snel de equipment van Leroy nou heel eventjes aanpassen. Die is nog bezig te hebben. Jij kan iets nieuws hier. Jij kan Jelly en Locomotion. Dat is duidelijk. Welke is Undead Killer? Dat is deze. Nou, dan kunnen we jou ook weer iets nieuws geven. Welke geeft Ad Status? Die kan ook weer iets nieuws. High Tide, nou, die hebben we nou nog niet nodig. Even kijken. Body Temp is altijd handig. Auto Potion. Die is wel handig om te leren eigenlijk voor jou. Dus pak jij die er maar eventjes bij. Dan gaan we eventjes langs zijn abilities. Want hij kan ook weer het een en ander daar equippen. Level Up, ja. Bright Eyes, ja. Antibody, ja. Alert, nee. Koffer is niet nodig. Locomotion, dat is altijd heel erg handig. Goed. Nou, Beatrix heeft niet echt equipment die we willen veranderen, want alle items die we aan haar geven, die raken we kwijt. En dit is ook eigenlijk de enige manier dat je dus zeg maar Leroy zult zien tot hij dus zeg maar rondloopt met zijn zwaard. Dat is eigenlijk best wel grappig, maar goed. We hebben hier dus zeg maar de verschillende vijanden die we moeten verslaan. Dezelfde vijanden die we hebben gezien op de Life Tree. Dus ja, op zich zijn deze niet zo erg moeilijk. Vergeet niet, Leroy is nou nog steeds een beetje underleveld, omdat hij heeft heel veel battle moeten missen. En daarom mist hij nogal veel. Beatrix is op dit moment ook gigantisch underleveld, ook al hebben wij heel veel problemen mee gehad. Mistaanval wordt gedaan, dus ja, eentje die gaat slapen. Fijn. Ik zal bij deze trouwens, 222, maar serieus. Ik zal bij deze alle encounters eigenlijk wel een beetje, zeg maar, gaan proberen te skippen, aangezien dat... We hebben de vijanden al gezien en ja, het is eigenlijk optioneel. Je kunt ze ook allemaal skippen.
Maar ja, Leroy die heeft een beetje zijn equipment nodig, dus... Of ja, de experience heeft hij echt nodig. Dus vandaar dat ik heb gezegd van, laten we maar zoveel mogelijk gaan vervechten. Dus ja, mochten we ermee tegenkomen, dan gaan we dat natuurlijk wel doen. Oké, we kunnen eindelijk zeiken. Ik bedoel, zeiken. Mijn excuses. Miss! Die beesten spelen vals. Die beesten spelen gewoon vals. Oké, Beatrix, weet je wat jij doet? Doe jij maar gewoon healen. Ja? Doe jij maar gewoon healen. Dan blijft Leroy wel aanvallen en dan komt het van Eikens wel goed. Jeetje, waar ben jij een zwakkeling geworden? In geval van nood, hè? Nou. Ben jij dood? Nee. Oké, dan gaan we met z'n tweeën aanvallen. Ouchies. Doe jij ook 200 zeker? Jij doet tenminste 884 schade. Leroy, doe eens wat. Nou ja, hij krijgt dus zeg maar heel erg veel experience van die beesten. Dus daarom is dat heel erg handig voor Leroy. De levels die Beatrix krijgt zijn niet echt zo belangrijk. Dus ja, oké, hier zien we dus weer iemand wegrennen. Ja, ik ga die kant op, dat zie je toch? Ik bedoel, die mensen rennen weg voor iets en er moet verslagen worden. Dus moeten we dan hier naar... We zijn hier naartoe gelopen, dus moet ik dan hier mee of zo? Waar moeten we naartoe dan? Dit is terug naar het kasteel. Wat, moeten wij ook door die winkel heen? Moeten we naar die winkel heen hier? Nee, we kunnen de winkel niet in. Oh, wacht hier. Hier kunnen we gewoon naar beneden. Mijn fout, sorry. Ik ben echt dom op sommige momenten. Oh, oké. Wees voorzichtig, Beatrix. De vijand is dichtbij. Echt waar, joh. Ja, ze kruipen hier gewoon over daken heen. Nou, deze is niet ja, te ontwijken, maar ja, het is hetzelfde principe, dus ik zie jullie in een seconde. Nou, dat is altijd heel erg handig dat jij al armor break hebt geleerd. Volgens mij kan ik jou dan nog gelijk ook een nieuw wapen nou geven. Even kijken, je hebt die, je hebt die. Ja, jij kan nou dit zwaard krijgen, de Ice Brand voor Mental Break. Heel erg handig. Voor de rest ben je alles nog aan het leren, dus dat komt alleen maar goed. Nou, het is wel handig dat we nou een beetje meer met Leroy kunnen bevechten. Dus daar ben ik eigenlijk zelf wel heel blij om. En ja, Alexandra ligt dan onder vuur. Jij wenst met mij te vechten? Jij verschrikkelijk beest. Objection op je bekschen. Voor de prinses. Voor de hoogheid. Laagheid, wat dan ook. Beestje gezien, kastje dicht. Oké, nou... Er zijn wel heel erg veel van die beesten opgeroepen door Kuja, zeg. Wordt hij daar nou nooit moe van? Ik bedoel, heeft hij niet zeg maar dat hij MP-limit heeft of zoiets? Iets in die trend? Bereid je voor om te sterven! Nou, dat ging best wel makkelijk. Beatrix, ben je in orde? Ja, ik ben in orde. En jij? Je bent gewond. Het is maar een scratch. Het is maar een klein krasje. Of iets in die trend, weet ik veel. Doe me een beetje denken aan die grap van Monty Python, van die Black Knight die ze dan hadden. En dan echt zo van, zo'n arm wordt afgehakt en dan echt zo van, nee, het is maar een vleeswond en dat soort onzin. In ieder geval eventjes de ijsbrand laten zien. Nou doen wij veel meer schade met Leroy, waardoor dat deze beesten echt een makkie zijn. Ze kunnen misschien het één keer aanvallen, maar op het moment dat jij dan zeg maar aanvalt, of jij bent aan de beurt, ja, twee klappen en ze zijn neer. Dus ze zullen niet echt moeilijk doen, of moeilijk zijn. En zijn ondertussen allebei op level 20. Dat is alleen handig, want 20 vind ik een heel erg mooi getal. Mocht je het nog niet door hebben gehad. Maar dit is zinloos. Laten we terug gaan naar het kasteel. Nee. Ik kan niet de prinses eventjes laten zien. Totdat we al deze beesten hebben verslagen. Het is mijn eer. Het is mijn... Ik moet dit doen. Ik moet de prinses beschermen. De burgers van Alexandria en... Beatrix. Ik moet jou ook beschermen. Leroy G. Kijk uit. Schaf uit, ik verkoop je een dreumes! Dit kan het voor ons zijn. Ik heb geen spijt. Beatrix, er is iets wat ik je moet vertellen. Wat is het? Ik. Laat het maar zitten, Leroy. We leven gewoon door tot je het een andere keer kan vertellen. Nou, laten we het hopen. Nou, dit is trouwens eigenlijk een speciaal gevecht, want hier komt dus
Leroy automatisch in trance. En dit heeft eigenlijk te maken, zeg maar, met... ja, zoals dat in het begin van het spel was uitgelegd, had het te maken met iets van emoties en alles. En ja, Leroy die raakt hier dus, zeg maar, automatisch in trance. Misschien heeft Leroy een beetje gevoelens voor Beatrix? Wel vervelend tot hun nou twee keer achter elkaar mogen aanvallen en wij moeten maar wachten. Dus, oké, daar komt Beatrix aan, 1080 en Leroy met... Dat is een beetje een tegenvaller voor een trans, Leroy. Ik bedoel, serieus, we hebben het al 4000 gezien. Maar goed, dat maakt niet zoveel uit. Daarom wil ik dit gevecht toch heel eventjes laten zien. Ik vind dat zo even. Nou, krijgt ze toch weer lekker veel experience voor. Hoppakee. Peridotje erbij, alsof we dat nog niet genoeg hebben. En Zelda wordt wakker. Ik hoor muziek. Ik weet wat dit betekent. Beste kijkertjes, dank jullie wel voor het kijken van deze aflevering. Heb je vragen of opmerkingen over deze video? Laat het dan weten in de reacties, als je daar de tijd voor hebt. En laat een like achter voor het geweldige vechten van Leroy en Beatrix. Dank jullie wel voor het kijken. En morgen ga ik kijken waar die muziek vandaan komt. Bedankt voor het kijken, jongens. Doei!